Goedemorgen iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik wil het vandaag met jullie hebben over posttraumatische stressstoornis, of niet zozeer de stoornis ervan, maar eigenlijk posttraumatische stress, het ervaren van posttraumatische stress, wanneer je op het pad loopt van ontwaking en spirituele ontwikkeling en al die dingen die daarmee te maken hebben. En je ziet, ze zit vandaag in een iets andere positie, en dat is omdat mijn dochter thuis is en ook bezig is met online school, omdat er ganse klas een weekje in de quarantaine zit. Dus we doen het zoals dat het op ons afkomt. Want dat overgave en gewoon meestromen op die flow is een van de dingen die je leert wanneer je altijd maar meer en meer ontwaakt en wakker wordt. Want uiteindelijk, spiritualiteit is eigenlijk alles omarmen, alles erkennen. En dus dat wil zeggen, alle uitdagingen, alle hoogtes en ook alle laagtes. Maar ook wanneer dat komt op dingen die nog te vaak door goeroes of spirituele leraar of wat dan ook, als nat dan aanzien wordt. Denk dan maar aan materie, denk maar aan seks, denk maar aan geld. Maar wat uiteindelijk het belangrijkste punt in is dat je het niet wegduwt, maar erkent en zelfs omarmt en ook dankbaar voor bent, maar zonder afhankelijk van te zijn. En dat zijn dingen dat we nu met de standen van Venus en Jupiter ook heel hard aan het leren zijn. Van, het is oké om een nieuwe auto te willen. Het is oké om zelfs een dure auto te willen. Maar het is ook belangrijk dat je weet wat de reden daarvan is. Wat zit erachter? Wat is de onderliggende gedachte? Wil je bijvoorbeeld met een Tesla rijden omdat dat een groene auto is? Omdat dat beter is voor het milieu? Of wil je gewoon voor het aanzien en wat dat anderen van jou gaan zeggen of gaan denken. Dus altijd is het belangrijk dat je... Je mag een mooi huis hebben. Je mag een poetsvrouw hebben. Al die dingen zijn allemaal oké. Ook zeker en nog in de spirituele wereld. Want al die dingen, overvloed, dat is er om ons te helpen. Om het leven nog plezieriger en aangenamer te maken. En iets wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, is dat eigenlijk aanvankelijk was hetgeen wat ik merkte, was de overgang van het zijn van mijn eigen baas. En dus niet meer moeten opstaan om te gaan werken volgens bepaalde uren. In het begin werd ik eigenlijk in de midden van de nacht nog wakker met de angst van, ik ga mij overslapen, ik moet op tijd op mijn werk zijn. Want je weet het of je weet het niet, maar ik heb heel lang bij de politie gewerkt. En ik had daar zodanig veel stress en spanning rond opgebouwd in mijn lichaam. Dat zelfs ook al was ik eigenlijk al meer dan een jaar thuis en moest ik niet meer teruggaan. Dat mijn lichaam eigenlijk die herinnering nog in zich droeg. En dat is hetgeen wat ik onder andere als voorbeeld wil hebben gegeven, ook die posttraumatische stress. We zijn nog gestresseerd. Dat is één voorbeeld. Maar denk ook maar aan hetgeen wat er nu gebeurt, gewoon weer collectief gezien. We hebben vorig jaar de pandemie het ergste eigenlijk ook meegemaakt. Maar we zijn allemaal nu nog zodanig getraumatiseerd van hetgeen wat we vorig jaar meegemaakt hebben. Van die eenzaamheid, van die dieptes, van die angsten, van die onzekerheden. Dat wanneer dat ze nu weer aankomen met, er zijn weer meer besmettingen, er zijn weer nieuwe varianten of wat dan ook, dat we gewoon weer terugvallen in het patroon en in de reactie en in eigenlijk gewoon de herinneringen dat we hebben over iets dat we ooit meegemaakt hebben. Maar dat hoeft niet per se opnieuw weer zo te zijn. En daar ligt net nu het stuk waar dat je dat je eigenlijk jouw kracht weer kan hernemen. Dat je zelf kan kiezen welke realiteit hij wil gaan ervaren. En een heel mooi en heel eenvoudig voorbeeld dat je onmiddellijk kan ervaren, is wanneer je in het verkeer gaat. Wanneer je ervan uitgaat dat je overal vlotjes door kan gaan, dat je overal groen licht hebt bijvoorbeeld. Dat je op drukke kruispunten niet lang moet wachten, maar vlotjes door kan schuiven. Als je met die intentie vertrekt en dat ook in jouw toekomst instuurt, dus op jouw tijdslijn vooruit duwt, dan ga je dat ook zo tegenkomen. Als jij vertrekt met de intentie van, ach, het is druk en het is maar te hopen dat ik geen file heb en blablabla, al die negatieve of die scenario's eigenlijk wel vermijden, dan geef je daar energie aan en geef je daar jouw kracht aan en ga je dat manifesteren. Dus dat zijn dingen waar dat je
wat dat ik keer op keer mensen zie eigenlijk weer in terugvallen. En dat is hetgeen wat dat je stukje moet door moet. Je moet door die angst. Je moet een stukje weer door dat trauma. Niet om het te herbeleven, maar om jouw herinnering, om je cellen eigenlijk te herprogrammeren. Zodanig dat ze weten van oké, het is niet omdat het één keer op die manier verlopen is, dat we niet de controle hebben om het nu op een andere manier te gaan doen. Dus het moeilijkste en het lastigste merk ik dat mijn klanten en ikzelf dat ook heb gehad bij wanneer het gaat bijvoorbeeld over ziekte. Dat was bij mij het eerste stuk waar ik eerst rond gewerkt heb. Bijvoorbeeld als je fysieke lichaam iets mankeert. We hebben ze zo geleerd om niet te vertrouwen op je lichaam. Om onmiddellijk naar een dokter te gaan. Om onmiddellijk eigenlijk advies van buitenaf te gaan vragen. En oké, in sommige situaties is het inderdaad heel belangrijk om medisch advies en professioneel advies in te huren, zou ik zeggen, maar, dus te vragen. Maar vaak is het ook zo dat een bepaalde pijn of een bepaalde spanning op je spieren te maken heeft met iets die emotioneel gezien of energetisch gezien of gewoon zelfs een overtuiging die niet oké is of dat eigenlijk anders mag zijn. Dus je lichaam is eigenlijk, we zijn altijd verkeerd geleerd om de signalen van ons lichaam te gaan interpreteren. En dat zijn ook dingen die ik ook merk bij mijn klanten. Dat we eigenlijk onszelf moeten weer gaan heropvoeden en eigenlijk ons lichaam weer moeten opnieuw gaan leren interpreteren op een juiste manier. Als mijn lichaam ergens een pijntje heeft, of als ik ergens iets voel, dan is het soms goed om, stel nu bijvoorbeeld dat ik pijn heb op mijn schouder, om daar die druk te geven. Dat is bijvoorbeeld ook hetgeen wat een osteopaat doet. Die pijn doet blijven masseren. En dat helpt ervoor om de stagnerende energie die daar vast zit, om die weer los te krijgen. Dus om eigenlijk je energetische stroom weer op gang te krijgen. Als je been natuurlijk gebroken is, dan moet je dat natuurlijk niet opdoen. Als je een open wonde hebt, dan moet je niet opdoen. Dat lijkt me heel logisch. Maar als je gewoon ergens een pijn hebt, of bijvoorbeeld als vrouw ook, als je bijvoorbeeld in aanleiding van je maandstonden pijnen hebt, wat vertelt je lichaam jou? Misschien is het belangrijk dat je meer rust inbouwt. Dat je een paar dagen echt platte rust neemt. Gewoon slaapt en niks doet. Dat je lichaam de tijd geeft om te focussen wat dat op dat moment mee bezig is. En niet constant in die do-actiemodus zit. Maar ook dat is eigenlijk een teken van een vervormde vrouwelijke energie. Een ander voorbeeld. Dus naast het stukje van leren je lichaam weer de signalen van je lichaam op een goede manier te interpreteren, is eigenlijk wanneer dat het gaat rond geld. De afgelopen jaren heb ik geleerd dat wanneer geld er is, ook al is geld er, dan gaan we vaak ook weer in dat trauma gaan zitten van ik moet er nu heel hard goed voor zorgen, want nu heb ik geld, want straks kan alles weer weg zijn. En net die energie zorgt er eigenlijk voor dat je onverwachte rekeningen gaat gaan aantrekken. Dat je boetes gaat gaan krijgen. Dat je plots je auto stuk is. Of er gaan dus dingen gebeuren waardoor dat geld gewoon weer de deuren uitvliegt. Dus ook daar is belangrijk. En dat is ook bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom dat mensen die de jackpot winnen, maar niet gewoon zijn om met zoveel energie om te gaan, dus zoveel geld om te gaan, dat die binnen de kortste keren weer eigenlijk vooraf aanstaan. Dus weer zijn zoals dat het in het begin was. En er zijn misschien een aantal die, waar dat niet zo is, maar bij de meesten is dat wel zo. En de reden daarom is dat zij energetisch gezien nog niet de persoon geworden zijn die in staat zijn om met dat geld om te gaan. En dat zijn dingen die ik zelf ook heb moeten leren. Om inderdaad die zelfstandige te worden. Die via haar spiritualiteit en spirituele onderneming voor zichzelf en voor haar gezin zorgt. Want er zijn zoveel oude patronen rond vrouwen. Moeten of zijn afhankelijk van mannen. Of wat dat dan ook maar is. Je mag je geld verdienen met jouw talent. Of wat dat dan ook maar is die in jou speelt. Het is belangrijk om dat aan te kijken en om dat te gaan transformeren, zodanig dat je wel die dingen kan doen. Maar je hebt je talent meegekregen om inderdaad gewoon echt daar je boterham mee te verdienen. Want je talent is niet zomaar. Je talent is niet gewoon om in je vrije tijd ermee bezig te zijn. Het is belangrijk dat je dat gebruikt
om voor jezelf te ook zorgen. Dat is in eerste instantie belangrijk. En dat is het geven en ontvangen die ook mooi in balans zijn. Dit en zoveel meer zijn dingen die ik ook bespreek in de training Manifesteer met Elementen. Dus als je daar interesse in hebt, ga zeker naar mijn website of klik linkjes onderaan deze video, zodat je ermee aan de slag kan gaan. Maar het belangrijkste bij manifesteren is eigenlijk gewoon werken aan jezelf. Je innerlijke balans optimaliseren en eigenlijk alle schaduwen aankijken. En het is daarom dat ik ook helemaal aan het begin van de video gezegd heb, spiritualiteit, ware spiritualiteit, gegronde spiritualiteit, is alles omarmen en kennen. Dus ook je schaduwen. Dat is ook de reden waarom dat we eigenlijk dualiteit in ons dragen. Waarom dat er licht en donker in ons is. Waarom dat we hoogtes en laagtes hebben. Waarom dat die mannelijke en die vrouwelijke energie hebben. Dat is een manier waarop dat wij als mens gaan leren. Dat is waarop dat we gaan groeien als ziel door ervaringen op te doen. Door die dingen allemaal te gaan ervaren. Hoe kan jij nu weten wat het is om liefde te ervaren als je altijd maar in die bubbel, in die liefdesbubbel zit, hè? Die honeymoonsfase, zoals dat ze zeggen. Als jij niet weet wat het is om geen liefde te ervaren, dan is het ook heel moeilijk om liefde te ervaren. Dus zo werkt het. Hoe leg je uit aan iemand wat dat koude is, als die niet weet wat warmte is? Maar door het te ervaren, door het te voelen, en afhankelijk van de manier waarop dat jij leert en ervaart, zal dat fysieke stuk nog belangrijker zijn. Dus dat is ook een van de punten. Zoek uit op welke natuurlijke manier je informatie tot jou neemt. Ben je iemand die het moet zien? Ben je iemand die het fysiek moet ervaren? Ben je iemand die moet emotioneel doen? Wat? Waarom niet? Zet gewoon je dingen op de tafel en dan doe gewoon dingen. Weet je? Hoe doe je achtergrond? Een klein probleemtje. Waarom? Maar dat hoef je niet mee te zetten. Waarom? Maar ja, als je het niet weet, weet je het niet, Maite. Als je het niet weet, weet je het niet. Ga anders daar zitten? Nee, dat is zo. Oké dan. Zo zie je maar. Het leven van een spirituele ondernemer gaat niet altijd over een leien dakje. Ze moeten sporten via online computer. Of via online lessen. En dat... op een of andere manier lukt dat haar niet zo goed. Oké. Het is wat het is. Dus ik zou zeggen... wil je meer leren over manifesteren? Dan ga zeker naar die training. Die is nog tot het einde van dit jaar 43. En vanaf januari gaat die iets omhoog. Omdat er ook heel krachtige transmissies bij betrokken zijn. En ik heb gisteren nogmaals een van die transmissies opnieuw gedaan. En ik was eigenlijk echt versteld hoe snel dat het werken met die universele vlammen en met de energie, hoe snel dat jouw energie weer geoptimaliseerd kan worden. En hoe snel dat je ook dingen kan manifesteren en aantrekken. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat je heel bewust bent over de gedachten die je hebt. Want hoe groter je transformatiekracht en dus je magnetisme is, dus hoe sneller je het aantrekt. Maar dat betekent ook wanneer je denkt en negatief denkt, dat ook dat heel veel sneller kan aantrekken. Dus eigenlijk met een grote manifestatiekracht komt ook weer grotere en meer verantwoordelijkheid. En dat dan is weer ook verbonden met het investeren in jezelf. Het verder uitzuiveren van jezelf. Het verder bewust worden en zien welke patronen dat er zijn. En voornamelijk kijken van, bewust worden van waar reageer ik eigenlijk nog vanuit mijn trauma, vanuit ervaring van vroeger en ben ik bang dat het weer op die manier gaat gebeuren. Maar weet dat je elke keer opnieuw weer de keuze hebt om een nieuwe ervaring neer te zetten. Dus als het niet zo is dat nu plots dat je dan plots weer financiële problemen gaat hebben bijvoorbeeld, of dat je plots weer gaat gedumpt worden, of dat je plots weer problemen met je huisbaas krijgt, of dat je plots problemen met de auto krijgt. Dus je hebt altijd de keuze. En er zijn ook meer dan twee mogelijkheden. Want dat is ook zoiets dat ik opmerk. We denken altijd dat het maar A of B is. Want het alfabet heeft 26 letters. Dus tenminste dat 26 mogelijkheden. En er zijn eigenlijk oneindig veel mogelijkheden. Dus ook daar, stap gewoon uit wat je kent. Ik weet dat is angstig. Ik weet dat is heel beangstigend. Dat is freaking exciting. Omdat je gewoon niet weet waar dat gaat terechtkomen. Maar... vertrouw mij, wanneer hij jumpt, wanneer hij springt, dan ga je zien dat het universum dat vangnet automatisch opent. Maar dat is eerst aan jou om te vertrouwen dat dit jouw pad is, dat dit hetgeen is dat jouw hart, je ziel diepste wenst. En dan ga je zien dat het automatisch, automatisch dingen voor je
komen, dat dingen duidelijk worden, dat het universum die puzzelstukjes zou geven die je nodig hebt. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik ga eens kijken of mijn dochter hulp nodig heeft met haar turnes. En misschien doe ik wel mee, wie weet. En dan zie ik jou in de volgende video. Ah.